video. Welkom in mijn bureaukamertje. Mijn vlechtjes zijn gemaakt door een vriendin van mij. Het is wel de tweede nacht nadat ik ermee heb geslapen. Allee, ik heb er al twee nachten mee geslapen. Dus het is een beetje warrig, maar ik vind het nog wel steeds heel erg leuk. Maar daarover gaat deze video niet. Deze video is een shoplog van de GEMA, IKEA en Action. Dus het wordt een lange video. Dus laten we er meteen beginnen. In de HEMA kocht ik deze sticky notes. Zo zien die eruit. Het zijn sticky notes met een eland erop, een bosje, een boompje, een beer, een zwaan. En blaadje sticky notes. Ik vind ze heel erg leuk. Ze waren oorspronkelijk €1,75, maar daar komt nog eens 50% korting op. Ik kocht dit notitieboek, Just Smile and Wave. Deze was €1 met 70% korting erop, dus eigenlijk bijna geen geld. Ook kocht ik dit schrift. Deze was €3, ook met 70% korting erop. Het leuke aan het schrift is dat hij verdeeld is in verschillende tabbladen. Dus dat zou super handig zijn als je nog naar school gaat. Ik ga niet meer naar school. Ik weet ook nog niet voor wat ik hem precies ga gebruiken, maar ik vond hem te mooi om te laten liggen. Daarnaast kocht ik twee wokpannen. Eén voor mij en één voor mijn moeder. Deze zijn €8 op het stuk plus 70% korting. Dus dat was geen €6 denk ik voor de pannen samen, dus ik hou uiteraard de blauwe. Daarna mijn Action. Ik pak even de zak. Oh ja, het zit ook een klein stukje Big Bazaar in deze shoplog. In de Action kocht ik deze olifant. Ik heb namelijk een appartement, een deur in mijn appartement die constant toeslaat als de ramen openstaan. En dit is een deurstop, dus misschien helpt het ervoor. Ik vond hem echt bijna schattig. Daarnaast kocht ik dit vosje. Ik ben al bezig met herfstdecoratie. Echt heel erg mooi. Ook kocht ik twee poster art sets. Deze vind ik echt super fijn. Ik heb al een aantal poster art sets van Action, maar deze waren twee nieuwe. En die geeft allemaal al zwart-wit prentjes met onder andere een leeuw, een olifant, enkele quotes, blaadjes. Dat is heel erg leuk. En deze heeft een meer jungle-achtig feeling. Er staan zo van die uitleg dingen op. Zo jungle, wave, wild, nature, discover. En ook een aantal blaadjes. Ook deze vind ik echt heel erg handig in de Action. Dat zijn zo van die designblokken. En die hebben allemaal verschillende prints in zich. Ja, dat is echt super handig voor fotoachtergronden. Er zitten zo meer girly retro printen in. En dit zijn zo wit, heel zwartachtige kleuren. En in elk design plaatsen ze er 30 sheets voor en achterkant. Nee, wacht. 30 sheets met 15 designs. En elk design komt twee keer voor. Wat handig is, omdat het voor en achterkant is. Dus als je ze wel gebruikt in je bullet journal, hoef je de ene print niet weg te smijten, omdat je de andere wel. Ook kocht ik dit schattige eekhoorntje. Ja, herfstdecoratie. Ik was echt aan het verlangen naar de herfst. Ook toen ik in de Action was. Als ik op reis ga naar een warm land, pak ik graag Factor 50 mee. En dat is zo'n travel-sized van Zenova.
en waterresistent, dus heel erg handig als je gaat zwemmen. Ook microwave popcorn. Ik heb maar één pak genomen omdat ik anders meer dan één pak eet. Dus het zijn trouwens de sweet chips op mijn salty. Die eet ik ook graag, maar deze keer heb ik voor sweet. En een multi stacker blok. Heel erg handig als je dat bent. Ook kocht ik twee dingen in de Big Bazaar. Nee, één ding in de Big Bazaar, de andere is nog van de Action. Dit is een pannetje van de Action. De Hikuk Ceramic Frying Pan. Heel erg handig voor een eitje of zo, aangezien dat hij redelijk klein is en heeft een mooie blauw-groene kleur. En in de Big Bazaar kocht ik een zakje zeromatjes van Katja. Katja is een vegan merk. Hij gebruikt iets minder suiker, denk ik, dan gewoon snoep. Ze gebruiken alleszins meer natuurlijke concentraten en voedingszuren. De deurstopper was trouwens €2,99. De zonnebrand was €1,99. De pan was €3,99. De popcorn €0,99. De posterkaarten per pak was ook €0,99. De diertjes waren ook €0,99 per stuk. En de designblokken waren €2,59. De stekkerdoos was €2,69. Ik heb ook nog een stekkerdoos met 6 plugs gekocht, maar die is al in gebruik. En die was €4,99. Nu over naar het IKEA-gedeelte. Het IKEA-gedeelte ga ik sowieso in verschillende stukjes moeten filmen, aangezien ik een aantal grote dingen heb gekocht. Maar dit is nog een vergaderbaar, dus we gaan dit zien. Ik heb een klussensloop gekocht uit de zomercollectie. Deze was een solden momenteel. En heeft heel leuke zonnebrilletjes. Dat is echt bergenschattig. Deze kocht ik om mijn plant in te zetten. Dit is zo'n mand. Je kan hem natuurlijk ook anders gaan gebruiken. Ik kan hem ook zo mooi overflappen. Als je dat wil. Maar ik ga dat nu niet doen, want ik krijg hem anders nooit meer terug. Schoon. Ik kocht één kussen. Dit is gewoon een innerkussen van 50 centimeter op 50. Het goedkoopste zoetkussen dat ze hebben in de Action. Ik kocht een vulbakje. Die ga ik terugzenden. Ik heb namelijk een vulbakje in de Lidl gewonnen voor €5. Je kan namelijk jaarlang retourneren of levenslang retourneren bij de IKEA. Dus heel erg handig als je miskopen doet. En nu de grotere dingen. Ik kocht 11 van deze. Ik kocht 11 van deze dronenbakjes. Deze passen perfect aan de Kallax-kast. En aangezien ik 2 Kallax-kasten heb en nog niet al genoeg bakjes, heb ik nog bakjes gekocht. En ik heb ook een kleine Kallax-kast onder mijn tv. Ik vond het wel leuk om er iets anders van bakje in te steken. Daarom heb ik er 2 met bloemetjesprint gekocht. Ook kocht ik nog een groot kader. Dit is echt een groot kader. Voilà. Omdat ik dat nog nodig heb. Ik heb namelijk een hele kale plek in mijn woonkamer. En ik vond het wel leuk om een kader daarvoor te kopen. Nu nog een poster zoeken voor in deze grote kamer. Ten slotte kocht ik nog 2 meubelen. Ik ga ze even hier in beeld zetten. Omdat ze... Ja, ik heb ze hier wel naast mij staan. Maar het zijn gewoon grote kartonnen dozen. Dus dat zie je niet. Ik heb namelijk een klein tafeltje gekocht. Sorry voor het geluid. Mijn raam staat open, anders is het echt veel te warm.
Ik heb dus een klein tafeltje gekocht. Het is een tafeltje die ik ga gebruiken als soort van rekje voor mijn toilet. Het is namelijk een zwart metalen rekje en past perfect naast de pot. En daarnaast heb ik nog een bureauladekastje gekocht. Het is zo met twee vakken. Een groot vak en een kleine vak. Klein vak. Ideaal voor mijn printer. En dan kunnen mijn schragen van onder mijn bureau eindelijk weg. Zo, dit was het dan voor deze video. Bedankt voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren hieronder. En dan zie ik jullie in de volgende video weer. Laat me weten welke video's ik nog moet maken. Doei!